De autoriteiten in Suriname registreren steeds meer dengue-gevallen. En toch is het advies de omgeving niet te vaak te bespuiten om de resistentie van de muskiet te voorkomen. Stephanie Jeukalam is hoofd van de afdeling Milieuinspectie van het Bureau Openbare Gezondheidszorg BOG en geeft inzichten over het preventief werken aan het stijgende aantal dengue-gevallen in Suriname. Na 21 jaar is Suriname geconfronteerd met dengue type 3. Dat betekent dat de laatstgeboren generatie van de afgelopen 20 jaar geen immuniteit heeft kunnen opbouwen tegen dit virus. Daarom is het belangrijk om gebruik te maken van professionele medische hulp indien blijkt dat er sprake is van symptomen van het type 3 virus. De symptomen zijn onder meer plotselinge optredende koorts, hoofdpijn, achter de ogen, spier- en gewrichtspijn, algehele malaise, misselijkheid, hoesten en keelpijn. Type 3 en 4 die staan bekend dat ze dus ook bloedingen kunnen geven. En daarom dat ook de artsen aanraden, ga niet zomaar zelf medicijnen slikken. Raadpleeg de arts. Calpol is het veiligst. Als je zelf wil mediceren, maar ga altijd ook naar de arts. Wacht niet tot je echt helemaal plat ligt en niet meer kan. Want vooral bij type 3 en 4 is dat een groot risico. Als je wacht tot je echt niet meer kan, kan het ook al te laat zijn. Voorts waarschuwt Jeukalam de samenleving niet al te vaak de omgeving te bespuiten. Deze handeling is niet preventief, maar helpt juist bij het immuunmaken van de muskiet. We spuiten niet regelmatig, omdat we niet willen dat die muskiet resistent wordt tegen de middelen die we gebruiken. Hoe vaker je spuit, hoe minder effect je pesticiden gaan hebben op de muskiet. En op den duur gaat hij ook niet dood. En daarom zijn we er dus ook geen voorstander van. Dat men zelf een landbouwpomp pakt om thuis te gaan bespuiten als muskietenbestrijding. Omdat die landbouwpomp eigenlijk veel te grote druppels geeft ten eerste. En ten tweede, je helpt bijdragen aan resistentie tegen bepaalde actieve stoffen in die pesticiden. Jeukalam geeft aan de samenleving mee om zelf te werken aan het schoonhouden van hun directe omgeving. Dit kan preventief bijdragen aan het verminderen van de dengue-gevallen. Vandaag werd bekend dat het BOG morgen zal beginnen met bespuitingen in verschillende gebieden. Morgen dinsdag 5 en woensdag 6 september zijn de bespuitingen op Blauwgrond, op donderdag 7 september in het resort Hannover tot en met Witsanti en op vrijdag 8 september in Cabendadorp en Matta. De bespuitingen zijn steeds tussen 5 uur 's middags en 9 uur 's avonds behalve bij zware regenval.